van Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Dat vind ik heel goed. Ja. Want er zijn bepaalde zaken waarvan ik denk van nou, dat is er eigenlijk helemaal niet nodig. Regelmatig ga ik naar het Julianapark om daar een wandelingetje te maken. Nou, in dat hele park zijn er maar een stuk of 10 mensen. En die houden allemaal mooi afstand van elkaar. Dus je kan prima in de natuur wandelen. Dus dat soort dingen. En hier verderop is het andere park is afgezet voor auto's. Ja, vind ik een beetje jammer. Nou, kijk naar mijn haar. Wat vind je daarvan? Top. Dus ik ben wel blij dat ik naar de kapper kan en straks weer zwemmen. Dus ik vind het wel een goed idee van Rutte. Gewoon alles open. Nu de cafeetjes nog, dat ik lekker op het terras kan gaan zitten. Ik vind het een domme actie, want ze zijn veel te vlot ermee. Er zijn nog zoveel mensen ziek en in... Nee, en dan ga je nou weer iedereen hutje met je bij elkaar zetten. Ik vind het een domme actie. Ik bedoel, ze hadden nog het een maand of twee uit moeten stellen. Dat vind ik. Maar ja, ik ben geen dokter, ik ben geen arts, maar ik heb wel een gezond verstand. Nou, ik ben erg blij dat de sportscholen weer open gaan. Dus we kunnen weer allemaal gaan sporten en zwemmen. En ja, daar ben ik erg enthousiast over. Nou, ja, ik werk toevallig in een sportschool in David Lloyd. Dus ik ben erg blij dat wij binnenkort weer aan de slag kunnen gaan. Ja, dat vooral. Anderhalve meter afstand houden. De apparaten wat verder uit elkaar gezet. Afspraken verder in het midden. Wat lees ik hier? Alle sporten weer toegestaan. 1 september. In de Trouw van vandaag. Dus ik ben er wel blij mee dat men nu wat na deze periode, 6 weken of zoiets dergelijks, dat je je eigenlijk een beetje gevangen voelt in je eigen huis. Ik ben 66, dus een risicogroep zoals het heet. Dus ik ga alleen nog maar naar Albert Heijn. En dan heb ik van die plastic handschoentjes voor de veiligheid, want je moet toch pinnen en zo. En je moet ook dat... Die koelschappen, daar moet je ook je vinger in steken om open te doen. En iedereen doet dat. Dus ik heb van die handschoentjes en dan sta ik hier in de rij. En dan doe ik ze rustig aan. En dan voel ik me wat veiliger.